Je zag het vorige week al in Indie of Niet. We gaan op Gamersnet meer indie games behandelen met Soraya natuurlijk. Het is haar pakkie aan en dan gaan we samen elke week ervoor zitten om een nieuwe indie te bespreken. En ze heeft me toch een lekker opbeurende titel meegenomen om mee te beginnen. Soraya, wat bespreken we deze week? Ik wil gewoon met de deur in huis vallen of met lijk in huis vallen. Want ja. We gaan namelijk aan de slag, of in ieder geval, ik ben aan de slag geweest met A Mortician's Tale. Ja, dus dat is Engels voor het verhaal van een lijkenschouwer. Ja, dat is toch leuk? Ja, lekker opbeurend meteen, ook absoluut niet deprimerend. Nee, een beetje indruk maken. Oh ja, dat meisje, dat komt nog wel. Ja, precies. Leuk, vrouwelijke swoon bij Gamersnet. Gaat vast heel opbeurend worden, heel vrolijk. We gaan lijkenschouwen in die game. Het is een overduidelijke indie, hij is op PC. Voor hoeveel pakken we dit minuscule pareltje op? Voor 15 ekkies. 15 ekkies vind ik, leuk dat je ekkies zegt trouwens. Ik vind 15 ekkies nog wel vrij pittig voor een indie. Maar dat bepaalt natuurlijk, ja, dat ligt er nu een beetje aan van, is 15 ekkies het waard? Om maar met die lijken deur in huis te vallen, is het dat waard? Nou, om gelijk inderdaad af te trappen, nee. Nee, oké. Waarom niet? Ja, en dat vond ik dus echt heel kut, want deze kwam er wat langer langs. Hij zit al vanaf oktober, kan je hem dus binnenslepen. En iedereen is echt razend enthousiast. Ik denk, dit kan niet anders dan ik tof vind, weet je. Dode mensen, simulator, management game, mm-hmm. Dit is mijn ding. Ja. Ik word baas der bazen van de dode mensen. The Walking Dead is hier niks bij. Nee, inderdaad. Je bent een soort van, je bent gewoon de aesthetic girl van The Walking Dead een beetje. Ja. Maar oké, dus iedereen is laaiend enthousiast erover. Jij start het op, je ziet die artstyle die op zich wel interessant ziet is. Ziet er heel tof uit. Een beetje lila, zo net niet isometrisch perspectief. Wat ga je doen en waarom had jij daar zoiets van nou, dat is mijn 15 euro toch niet waard? Nee, je start de game dus op en allereerst zie je dat je een e-mail hebt. Dus daar ga je dan gedwongen heen, want hè, belangrijk. Ja, tuurlijk. En staat gelijk je inbox eigenlijk vol sowieso met wat moet je doen. Je wordt gestalkt door een goede vriendin van je met allemaal roddels. En oh, ik vind het zo knap van je dat je dit werk doet. En een andere collega ook met, ik kom zo daar langs met je eerste lijk en een nieuwsbrief. Oké. Ja, waarvan ik dacht, ja, denk je, oké, ik ga dus eerst even een boek lezen. Sure, ja. Dat doen we wel, weet je, om doorheen te komen en dan gaat het starten, dan begint mijn imperium. Maar ja, dat was dus niet, dat was niet helemaal. Maar hoezo niet dan? Want je werkt jezelf door dat hele, door die literatuur heen en je denkt van oké, nou mag ik gaan. Maar, eindelijk. Maar ja, wat ga je dan doen en waarom ging het niet van start? Op zich, het ging wel van start, maar het hele middenstuk en het einde, weet je, het begon tof en dan gewoon neer. Het viel neer als een lijk. Een beetje wel. Ja. Het viel een beetje dood. Oké, sorry. Maar dan door. Ja, inderdaad. Dankjewel. Ja. Je ziet dus je eerst lijken. Je wordt inderdaad heel erg geholpen met gooien. Je moet hem eerst schoonmaken. Okay. En op zich, toen dacht ik nog, dit vind ik wel mooi. Het was een hele respectvolle manier. Een hele serene game is het, mag je wel zeggen. Wat in de uitleg staat er ook een mailtje eronder van degene van wie dit lijk is geweest. Als in, zeg maar, familie. Oké. Dit is niet postmortem. Yo, zorg goed voor mijn lijk. Ja, stuur even een mailtje als ik doodga trouwens. Dat zou fijn zijn. Ja. Maar het is meer van, ja, dit was mijn vader. En, weet je, dus je krijgt gelijk al een connectie. Ik denk, ik moet even netjes zijn. Respect. Ja, inderdaad. Dus dat doe je, weet je, stap voor stap, alles het aangewezen. Dat wordt mooi gedaan. En dan nog moet je naar de volgende kamer, want je hebt twee kamers waar je het speelt. En in de volgende kamer, letterlijk waar je net hebt schoongemaakt, één deur erin, zit iedereen te janken. Natuurlijk. Oh, daar ga je het presenteren. Ja, dat is. Ja, tadaa! Als je werkstuk. Hey. Dit heb ik gemaakt. Wat vind je ervan? Ja, maar is dat de game, zeg maar? Dus dat je telkens een verzoek krijgt en je maakt een lijk op en dan toon je het lijk aan de mensen die het verzoek hebben gedaan en de familie en naasten en kennissen en that's it? En als laatste buig je nog voor de kist of de urn en that's it. Ja. Oké. Maar wat ik dan denk, en dat is misschien een beetje een soort van stigma wat ik heb rondom indies, is dat er dan wel een soort van twist in één keer in zit of zo. Of dat het in één keer flipt en iets heel anders is, of iets in het verhaal of zo. Maar zit dat er dan in? Of? Je denkt inderdaad dat het, oh god, op een gegeven moment wordt zo'n lijk wakker, weet je. Ja, of iets in die richting. Hij is toch niet helemaal dood? Of, ja, iemand of komt jij op... bent die hele tijd dood en dit is de afterlife van jou. Ja. Weet ik veel, zoiets of zo. Ja, nou, maar, nee. Nee, dus dat is het gewoon. Dat het is het letterlijk. Nou, wat er wel gebeurd is, en dat gevoel krijg ik niet mee. Dit speelt over ongeveer een jaar uit, of twee jaar ongeveer. Je krijgt elke keer na één lijk komt een nieuwe datum in beeld. Weet je, van een paar maanden verder. Nieuw level, nieuw lijk. Ja, een beetje op die manier. Ja. Maar het level gaat niet omhoog. Het blijft telkens hetzelfde. Wordt steeds beter. Maar
echt de hele tijd ook de tutorial. Gewoon, je moet weer dat, weet je, de hele tijd je handje vasthouden wat je moet doen. Dus daarmee dacht ik, oké, ik wil zelf. Maar er moet dus dit een tijd overheen gaan en je krijgt dus de hele tijd die mailtjes binnen. En daaruit wordt duidelijk dat het mortuarium waar jij werkt, dat is eigenlijk van een vader en een dochter. Maar die vader is al dood, dus ze heeft het moeilijk. Dus ze verkoopt de boel. Ja. En dan wordt het opgekocht natuurlijk door mensen die wel geld willen zien. Die hebben het over, ja, je moet dingen erbij verkopen, harde verkoop, actieverkoop. Ja, dat is echt dat je denkt... Confetti bij het lijk of zo, weet ik veel. Ja, poof, dat je ernaast gaat staan, weet je, op die manier. Maar dus dat is een beetje het sociaal-maatschappelijke aspect eraan. Van, we willen je met de game iets leren over kapitalisme? Ja, en dat is inderdaad de eerste, want eigenlijk gaat het niet zo om de gameplay, maar wat je doet volgens mij bij elkaar maar 6 lijken of 5 lijken, wat echt bizar weinig is. Ja, voor 15 euro. Ja. Dat is weinig per lijk. Het is een uurtje, anderhalf uur. Oh, wat? Dat was ook helemaal, maar wacht even, nog even één stapje. Ja, oké, terug in de aandacht, terug bij Soraya. Want het wordt dus verkocht en inderdaad, ze willen veel geld zien en je hebt nul invloed. Weet je, ik wil best dingen erbij verkopen, maar maakt niet uit. Ja. Sorry hoor, give me that money. Ja. Maar dat kan dus niet. Ik kreeg een mailtje ineens met, ja, waarom heb je niet dit erbij verkocht? Dat ik dacht... Ja, maar dat kon niet. Nee, maar ik dacht, wat heb ik gedaan? Je speelt alleen het schoonmaken en het verhaal is, het is echt gewoon een narrative story. Het is heel passief. Ja. Dat is het. Dat is het vooral. En dan op een gegeven moment, weet je, dan ben je het zat en je collega van je dus ook mailtjes kreeg, was het ook zat. En ineens ben je weer een paar maanden verder. En dan moet je weer hetzelfde doen en dan loop je naar buiten en dan ga je niet naar die kamer waar je gewend was, maar dan sta je buiten. En dan zie je mensen op zijn hele natuurlijke manier begraven worden met zo'n boompje erop, weet je zo. Oh ja. Ja, zweverig eigenlijk, een beetje geitenwolle sokken. Ja, oké. Okay. Ja, vind ik mooi. Maar... Het is prachtig, ja. En dan eindigt het spel. Nou, dan vervliegt je 15 euro, denk ik. Maar dus... echt, het verdampt gewoon. Het gaat mee, zeg maar, gewoon in die crematoriumbakkie. Maar voor wie is dit dan wel? Want er zijn dus mensen laaiend enthousiast over dit. Waarschijnlijk omdat het verhaal een soort van social consciousness had of zo. Ja. Maar voor wie gaat hier 15 euro insteken en denken, dat was een leuk uurtje, dat was het waard? Ja, mensen die zo dom zijn als ik. die gewoon zoiets hebben van, iedereen is enthousiast, dus ik spring erop in. Ja, maar inderdaad ook als je denkt, oh, dit is een leuk simulator van... Dus ja, maar ik heb ook het idee dat jij liever een surgeon simulator-achtig iets zou willen. Waarbij het een beetje like randomized is en je kunt een beetje vrijheid erin loslaten van hoe je dingen doet. Maar ja, het is dus gewoon heel passief, je volgt een paar lijken en that's it. Het verhaal zit hem ook niet in het lijk schoonmaken, maar echt gewoon het verhaal dacht. En op zich, weet je, het idee is wel mooi. Dat het inderdaad gaat, dus het is een soort protest naar het steeds meer inderdaad het hele kapitalisme rondom de dood, maar ook meer positief zijn over de dood. Als in, weet je, we hoeven niet bang te zijn, want je kan een boom op je gezicht laten planten, weet je dat idee. Ja, dan ben ik blij overigens, dan, ik ben niet meer bang voor de dood nu ik dit weet. Je hebt ook wel een heel goed boomgezicht. Ik heb een goed boomgezicht, ja. Ja, nee, oké, dus het is een... Is het pretentieus? Ja. Oké. Nou, dus dat stigma van de indie, wat Peter zo mooi zei in indie of niet. Ja, dat is bij deze wel bevestigd. Dus concluderend, jij denkt dat niet veel mensen hier 15 euro voor neer gaan leggen en denken dit is nou echt wat ik zocht. Nee, ik hoop niet dat heel veel mensen dat nu nog gaan doen. Zeker naar aanleiding van de video, don't do it. Kijk gewoon een let's play en dan krijg je ook een beetje het verhaal mee. Het is maar een uurtje, het kan zo op YouTube. Makkelijk. Ja, waarom doen we dat? Nou ja, goed. Dat is ook ik wil het je niet aandoen. Nee. Oké, ja, dan moet ik weer gaan opnemen. Nee, maar oké. Okay. Dus Amortician's Tale... Ziet er leuk uit. Ja, maar... voor een eerste video review van een indie die we wekelijks gaan doen, is het... De stijl is oké, maar... De achterliggende gedachte is te kort voor te veel. Het kan alleen maar beter vanaf nu. Gewoon dat qua thema, maar ook stijgende, gewoon qua game. Lijn. Dus van, we leggen nu de bodem, letterlijk, weet je, aanstampen. Ja. En we zetten gewoon, we vliegen weg. Ik word liever gecremeerd, maar... Dat kunnen we ook doen. Hoe dan ook, ik ben heel erg benieuwd wat mensen sowieso vinden van het feit dat we dit wekelijks een indie erbij gaan pakken. En ik ben heel erg benieuwd wat mensen vinden van de Mortician's Tale en of je je wel of niet kan vinden in Soraya's oordeel. Bedankt Soraya, we hebben nog wel één dingetje waar we een soort van mee af willen sluiten. En dat is de naam van dit item, want we zijn er nog niet helemaal over uit. Ik had een idee, maar dan wil ik graag een spons op horen of dat een goede is. Jij vond hem wel oké, het is Indie Spotlight. Werktitel. Wow. Indie Spotlight. Kan het zo van, het is in de spotlight, maar het is ook Indie Spotlight. Bam, dubbele betekenis, daar hou ik wel van. Dit werkt. Ja, jij was zo van, nou het zou kunnen, maar ik wil graag ook horen wat mensen die dit nou kijken, wat ervan denken van, hoe gaan we dit noemen. Er zijn vast betere ideeën. Ja, drop ze hieronder zou ik zeggen, zeker.
Maar in ieder geval bedankt Soraya voor deze eerste misschien indie spotlight. Ja. En anders was het gewoon een video review van A Mortician's Tale. Oké, bedankt Tom. Yo, bedankt Soraya. Bedankt. Je nou weer die grond aan het stampen. Weg deze game. Ja, ja.